is, dat is wat goddeloze kenmerk. Maar vandaag is het anders. Het bestaat al 24 juli 2010, en vandaag is het weer de vierde dag van Opgeleid. De vierde ronde van Opgeleid heeft vandaag zijn 24e editie. Op de achtergrond kunt u misschien de omroep wel horen. We gaan snel kijken. Dit is de vierde ronde van Opgeleid. Pak 3 punten voor het klassement. 18 seconden in de pak. Goed, hier gaan we even. Pak 3 punten. We gaan de tussen. Heel met 2. En dat is hier voor Ingmar Berga. Man met dus overwinningen. Halt, het is Otterlo. Had u hier eerder gereden? Ja, ik heb hier vorig jaar was ik hier derde, denk ik. En ja, het is echt een super parcours. Heel veel volk en het volk is heel enthousiast. Het is prachtig om te rijden als renner. Zeg, dan heb je Geert-Jan van der Wal, hè? Die kleine. En die gaat maar steeds demareren. Daar word je toch gek van? Ja, het was vooral de laatste 5 ronden dat hij in actie kwam. Ieder zijn kansen. Ik wist dat ik... Ik dacht dat ik de sterkste was in de sprint, dus ik heb gewoon proberen de kopgroep bijeen te houden en als eerste de chicane in te gaan. En ja, dat was een beetje het doel. Mooi, het moet kippen zijn denk ik, eerste worden in Otterlo. Ja, het is hier super, als je hier kijkt, het volk staat hier 3 dik. Dus ja, super. Super, kijk dames en heren, dat is mooi, geef een applaus. Hè. Verder Spruit, die gewoon blij is dat hij hier in Otterlo mag rijden, dat hij hier kan winnen. Dan, dames en heren. Geroffel en klaroengeschal voor de nieuwe koning van Otterlo. Namens Karamade, Verre Spruits. Prima. Helemaal goed. Dan zetten we de ronde mist ertussen. Ertussen. Want dan kunnen we een mooie foto maken zoals dat zo mooi heet. Helemaal goed en geweldig. Gaan we natuurlijk dat voor elkaar krijgen.